Nou, daar zijn we dan. Op de dig site. Dit is de bovenste plek. Hier hebben we 1 triceratops gevonden. En een stukje dieper liggen er nog 4 bij elkaar. I'm digging up bones, I'm digging up bones. Exhuming things that's better left alone. I'm resurrecting memories of love that's dead and gone. Here tonight I'm sitting alone, digging up bones. We hebben nu middagpauze van 1 tot 3. En dat is ook wel nodig, want dat is het heetste moment van de dag, dus dan kunnen we niet graven. En iedereen ligt dan echt voor pampers, dus ik zal even laten zien hoe het kamp er nu bij staat. Terwijl iedereen nog even aan het bijkomen is, zo in de pauze van de middag, neem ik jullie even mee naar de opgraafsite om te laten zien wat we nou echt hebben gevonden allemaal. We hebben inmiddels met alle botten die we vorig jaar hebben opgegraven, komen we ongeveer op de 700 botten uit. Nou, mijn telefoon heeft al een paar keer aangegeven dat hij niet kan filmen, dat hij eerst moet afkoelen. Dus dat geeft wel aan hoe heet het hier is. Het waait amper nu. En het is zo'n 30 graden, maar ja, je zit hier in een woestijnomgeving. Dus het is flink heet, maar het is hier wel echt prachtig. En je hoort helemaal niks om je heen. Ik zal even laten zien. Je hoort alleen af en toe wat vogeltjes. En voor de rest ben je eigenlijk gewoon helemaal alleen met het kamp in de achtergrond. Deze plek hebben we de eerste botten gevonden. Dan zijn we langzaam zo naar achter gaan graven. En we zijn nu dus hier de laatste dingen aan het uithakken. Sommige dingen zijn al ingegipst. Hier ligt een hele mooie chevron, zoals we dat noemen. Dat is een bordje onderaan de staart. En we willen ongeveer doorgraven tot aan deze gul hier. Nou, we zijn nu op de benedensite aangekomen. Daar is de situatie ietsje lastiger, omdat hier natuurlijk 4 triceratopsen liggen. En we denken dat ze liggen in een soort van rivier, die later opgedoogd is. En die was ongeveer zo breed, schatten we. En we vinden dus heel veel verschillende botten, van verschillende groottes. We lopen hier de site in, dan zie je hier rechts meteen een grote berg staan. Die willen we nog helemaal af gaan graven. Daar zitten over het algemeen de kleinere botjes in. Hier ligt nog een hele grote bult. Daarvan weten we dat hier achterin ligt een groot deel van de schedel. En hier naast elkaar liggen 2 stukken nekschild. Oh jee, ik zie dat ik in de gaten word gehouden door de baas. Ik moet wel goed mijn best doen natuurlijk. Dit blok is een beetje een lastig verhaal, want hier liggen alle botten in en over en door elkaar heen. En we proberen ze nu van elkaar te scheiden. En hier ligt een heel mooi voorbeeld van een van die botten. Dit is een stuk wervel, of eigenlijk een hele wervel. Moet je hem eigenlijk vanaf zo zien. Dus dit is dan de onderkant. Dit is de grote schijf waar de andere wervels tegenaan komen te liggen. En dan ga je hier naar boven. En dit is het grote uitsteeksel wat wij ook hebben in onze rug. Alleen bij ons is het zo groot. En dit is het puntje wat je voelt als je over je rug gaat. En we kunnen ook zien dat het hier om een wat ouder individu gaat. Want we zien dat de schijf aan de rest van de wervel is vastgegroeid. En dat hebben jonge dieren nog niet. En 's avonds gaan we in onze vrije tijd nog eventjes boven schieten. Oh, mooi. Oh, de onderin, wat slecht. Yeah, I've been sitting alone, digging up bones.